Goedemorgen, het is 12 februari 2013. Ik wil nog even het een en ander uitleggen over WikiLeaks, IJsland, Internationaal Strafhof en Rob Gomgrijp. WikiLeaks en Rob Gomgrijp zijn beide een bedreiging voor de Nederlandse economie. En dan ook vooral de cyberwereld. WikiLeaks wordt beschermd door IJsland. IJsland heeft een APIC-immuniteitscontract met het Internationaal Strafhof. Dat betekent dat alle bestuurders van IJsland die zaken doen met het ICC of die zaken doen op het lobbyplatform achter het Internationaal Strafhof boven de wet zijn. Zij mogen schuldig zijn aan elke vorm van criminaliteit en ze worden daarvoor niet gestraft. IJsland doet ook zaken met Europol, Interpol, Eurojust, al die andere organisaties op het lobbyplatform achter het Internationaal Strafhof. Dat in Nederland begint bij de Hague Center for Strategic Studies, naar de ministers gaat, politie en dergelijke, rechtspraak, raad voor rechtspraak, professoren, enzovoort, enzovoort. Nou, IJsland is dus vogelvrij op dat platform. Tegelijkertijd zegt IJsland van wij werken niet mee aan onderzoeken van de FBI. Want ze vinden dat WikiLeaks niet uitgeleverd mag worden en dergelijke. De FBI werkt nauw samen met het Internationaal Strafhof. Ik heb inmiddels de indruk dat ze niet meer doen wat het ICC wil, omdat ze weten dat het ICC 100% corrupt is. Maar de FBI doet nog wel iets met het Internationaal Strafhof, al is het maar de hele zaak bespioneren en uitzoeken wat er in Nederland gebeurt op het lobbyplatform achter het ICC. Dus op politiebureau, bij de rechtspraak, bij de universiteiten, de veiligheidsbedrijven, alle veiligheidsbedrijven, onze criminele koninklijke familie, enzovoort, enzovoort. Dus, IJsland werkt niet samen met de FBI, maar de FBI die zit wel diep geworteld in Nederland. WikiLeaks liegt. Julian Assange had in 2011 een vrij man kunnen zijn. Bradley Manning had een vrij man kunnen zijn. Ik heb dat allemaal uitgelegd in die video over liquidatie Carice van Houten. Ik zal die video hier linken, ik ga daar nu niet weer op in. Maar je moet wel even dat allemaal naast elkaar gaan zetten. Dan hebben we Rob Gomgrijp. Rob Gomgrijp, Birgitta Jons-Dottir en alle anderen, dus ook die Amerikaanse burgerrechtenorganisatie, die willen de situatie zoals die nu is laten voortbestaan. En dat betekent dat die Birgitta en die Rob en anderen erg zielig doen in de Amerikaanse rechtbank. Zo van, ja, wij willen niet dat onze gegevens van Twitter of van het internet worden gebruikt om WikiLeaks in de cel te zetten. Het is nog onbekend of de Amerikaanse rechters vinden dat er een uitleveringsverdrag moet komen tegen die Birgitta IJsland, tegen Rob Gomgrijp Nederland. Als dat allemaal zo verder groeit in de richting van de duivel, dan is dat omdat Nederland dat zo wil. En die Rob Gomgrijp die wil dat ook. Dus het gaat niet alleen om wat het ICC stiekem achter onze rug regelt, over verschillende paden, maar het gaat ook wat die Rob Gomgrijp stiekem regelt. Die regelt namelijk dat de Amerikaanse rechters verder gaan met procedures die overbodig zijn. Kijk, die Gomgrijp die wil ook de waarheid niet vertellen over een rechtszaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof, over wat ik gedaan heb in relatie tot het Witte Huis, wat ik gedaan heb in relatie tot WikiLeaks, dat WikiLeaks vrij had kunnen zijn. En dat weten die Amerikaanse rechters, want die weten wie ik ben. Federal Court, de landelijke aanklager Erik Holleder, Erik Holder, dat is de landelijke aanklager, landelijke officier van justitie. Dat hele zootje dat zit regelmatig bij het Internationaal Strafhof op de T. En als het niet in het gebouw in Den Haag zelf, dan is het op een conferentie. Je krijgt dus nu de situatie dat er overal conferenties zijn gericht op de lobby met het Internationaal Strafhof. En ook gericht op het oprichten van een anti-cybercrime court. Dat moet dus dezelfde status krijgen naast het ICC. Dan krijgen we dus dat er een hele ICC-beveiligingswereld tot stand wordt gebracht tijdens conferenties en binnen universiteiten. Het volk weet daar niks van af. De ene keer zijn er aanhangers van het ICC aanwezig en de andere keer ook echt protesters.
maar niemand weet wat daar precies besproken wordt. Omdat niemand het weet en omdat het gaat om cybercrime, staat het hele cybercrime netwerk open van Nederland. Nederland is een mekka. Ik weet vanuit Amerika dat Nederland gezien wordt als paradijs voor pedofielen. Het cybernet, hè, een pedofiele paradijs. Dat komt doordat Ivo Opstelten gewoon weigert ambtenaren die onder verdenking staan van seksueel misbruik of kinderporno of wat dan ook te schorsen gedurende onderzoek en te beloven dat die ambtenaren of gestraft worden of gerehabiliteerd worden na onderzoek. Dus in het buitenland staat Nederland, naast dat we een slecht imago hebben met het internationaal strafhof, ook nog eens een keer bekend als een soort cybercrime paradijs. Nou, dan krijgen we daar nu de intensiverende, exploderende leugens van WikiLeaks en IJsland en Gongrijp bij, terwijl IJsland in gevecht is met de FBI. Nou, de Europese markt keert naar Interpol. Interpol is 100% corrupt. Bij Interpol is er echt niet één eerlijk persoon die ook maar iets gedaan heeft ten gunste van mijn bewijzen. Dat betekent dus dat Interpol echt wil dat het internationaal strafhof een moordwapen is in handen van politici. FBI die stelt nog wel grenzen. En als je goed hebt opgelet, dan weet je dat er ook andere landen zijn die grenzen stellen door bepaalde personen te arresteren. Nederlanders te arresteren of tegen het Nederlands cybercrime netwerk in protest te gaan door landelijke nationale arrestaties uit te voeren. Het is dus allemaal heel erg chaotisch. Het is heel erg groot wijdverspreid, die criminaliteit, omdat er in Nederland geen rechtspraak meer is. Ik weet niet wat de rechtspraaklobby gaat doen als de Amerikanen een verzoek indienen voor uitlevering van Rob Gongrijp in verband met WikiLeaks. Ik denk dat die rechters, die nu ook bezig zijn met allerlei wraakacties en moordpraktijken, die Rob Gongrijp de vrijheid geven in de rechtszaal de absolute waarheid te vertellen over mij, wat ik allemaal uitleg over de corruptie met rechtspraak, het internationaal strafhof, mijn relatie met WikiLeaks. Ik denk dat als die Gongrijp dat gaat doen, dat hij dan misschien wel eens niet uitgeleverd zou kunnen worden. Maar als die Gongrijp verder gaat met zijn leugens over WikiLeaks en het internationaal strafhof en al zijn zielige verhalen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die rechters hem wel uitleveren. Hoe dan ook, onze hele cybereconomie is extra zwak door dit akkefietje. Ik laat je hier. Dag.